Nadat Napoleon verslagen wordt, wordt Nederland een koninkrijk, het Koninkrijk der Nederlanden. En we gaan in deze paragraaf eens even kijken hoe het bestuur in dat nieuwe koninkrijk eruit ziet. Het gaat over de periode 1813 tot 1848 en dat is een periode waarin het liberalisme ontstaat als politieke stroming. Maar eerst even terug naar de tijd van paragraaf 1.2, de tijd van die democratische revoluties. Want daarin zagen we dat de macht van de koning beperkt werd en dat de bevolking steeds meer inspraak kreeg in het bestuur. Die kregen dus meer macht. Ja, en als dan uiteindelijk er een einde komt aan die periode van die democratische revoluties, zoals die Franse revolutie en dus ook die Bataafse revolutie, dan zien we het omgekeerde gebeuren. Vanaf 1815, als Napoleon dus definitief verslagen is, zien we dat de macht van het volk weer beperkt wordt en dat de vorsten weer steeds meer macht gaan grijpen. De restauratie van de macht van de vorsten vindt plaats. Zij gaan proberen om zoveel mogelijk van hun oude macht, die ze door die democratische revoluties zijn kwijtgeraakt, om die weer terug te pakken. En dat zien we ook in Nederland gebeuren. Door die Bataafse revolutie was die stadhouder Willem V zijn macht kwijtgeraakt. Maar in 1813 keert zijn zoon terug naar Nederland. Napoleon staat dan verslagen en Willem wordt uitgeroepen tot Willem I. En dat klinkt misschien een beetje raar dat de zoon van Willem V Willem I heet, maar dat komt omdat die Willem V de vijfde stadhouder van de Republiek was en zijn zoon wordt de eerste koning van het Koninkrijk der Nederlanden. En vandaar dat hij dus niet Willem VI heet, want hij wordt niet de zesde stadhouder, maar hij wordt de eerste koning. En dat Koninkrijk der Nederlanden, dat zien we ernaast op het kaartje staan. Dat beslaat dus het tegenwoordige Nederland, België en Luxemburg. Ja, en hoe ziet dat bestuur er dan precies uit? Houdt hij het bestuur een beetje hetzelfde zoals het was in die tijd van die Bataafse revolutie en die tijd van Napoleon? Of past die Willem I het bestuur weer helemaal aan? Nou ja, het Koninkrijk der Nederlanden is in ieder geval een constitutionele monarchie. Dikgedrukt begrip. We gaan het even per woord eigenlijk uitleggen, want het bestaat uit twee woorden. Er is dus sprake van een grondwet, een constitutie, waar iedereen zich dus aan moet houden. Maar het is ook een monarchie, een staat dus met een koning, een monarch aan het hoofd. En op dit moment is Nederland nog steeds een constitutionele monarchie. Oké, dat is het op papier, maar dat kun je op heel veel verschillende manieren inrichten. Hoe zit het nou dan met de dingen die er allemaal in waren gevoerd in die Bataafse tijd en in die tijd van Napoleon? Veel van die oude regenten die hoopten eigenlijk dat de privileges van de verschillende gewesten weer hersteld zouden worden. Maar dat deed Willem I niet. Hij vond die eenheidsstaat eigenlijk wel een goed iets, want dat zorgde voor rust en dat zorgde voor orde en eenheid in het land. Dus hij handhaafde de eenheidsstaat. Die grondwet gold dus voor iedereen. En daarnaast liet hij ook de volksvertegenwoordiging, het parlement liet hij bestaan. Maar dat parlement had eigenlijk heel weinig invloed. Want die koning, Willem I dus, die kon dat parlement naar zijn eigen goed vinden, kon hij dat ontbinden als het er niet mee eens was. En bovendien zaten er in dat parlement al heel veel mensen die hem heel goed gezind waren. Ook kon koning Willem I zelf die ministers benoemen, degene die het bestuur uit moesten voeren. En hier zien we dus duidelijk geen scheiding van de machten. Want alle macht ligt uiteindelijk bij de koning. Hij kan zelf ministers benoemen en dan kan hij dus mensen benoemen die het beleid uitvoeren zoals hij het graag wilt hebben. En het parlement dat het beleid moet controleren, dat de ministers en de koning dus moet controleren. Ja, dat kan hij ook zelf aanstellen. Dus ja, daar hoeft hij ook weinig kritiek van te verwachten. En bovendien hoefde hij sowieso geen rekening te houden met het parlement of die ministers. Want in de grondwet stond namelijk ook dat de koning gewoon wetten door kon voeren door middel van zogenaamde koninklijke besluiten. Die hoefde hij aan niemand anders voor te leggen, dat waren gewoon zaken die hij zelf zo kon beslissen. Alle macht lag dus bij Willem I. Er is duidelijk geen sprake van democratie. En de vraag is, wat vindt men daarvan in Nederland? Nou ja, die Willem I, die koning, die vindt dat natuurlijk prima. Want hij heeft zelf veel macht. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat alleen maar deed omdat hij zo graag veel macht had. Hij dacht dat het ook echt goed was voor het land. Hij wilde namelijk als een soort vader regeren over zijn onderdanen. En dat noemen we paternalisme. Dus dit woord pater, vader zit erin. En hij dacht dat hij als vader van het hele Nederlandse volk echt wel wist wat goed was voor dat Nederlandse volk. Ja, en wat vindt dat volk daar dan zelf van? Je zou zeggen dat ze dat helemaal niks vonden, want ze hadden juist tijdens die Bataafse tijd heel hard gevochten om heel veel invloed te krijgen. En nu waren ze al hun invloed weer kwijt. Maar het tegenstelde gebeurt eigenlijk.
ook het grootste deel van de Nederlandse bevolking vindt het eigenlijk wel prima dat het zo geregeld is. Want het was een heel onrustige tijd geweest, die tijd van die Bataafse revolutie en ook die tijd van Napoleon daarna. En nu was er in ieder geval weer rust en orde. En daarom had het volk ook weinig behoefte aan democratie op dat moment. Dat betekent niet dat er niks verandert in de tussentijd. Want de 19e eeuw staat toch ook vooral bekend als de eeuw van de industriële revolutie. En die zorgt voor een grote groei van de economie. En dat gebeurt in heel Europa, maar dat gebeurt ook in het Koninkrijk der Nederlanden. Niet zozeer in het Nederlands, het noordelijke gedeelte daarvan, maar vooral in het zuidelijke gedeelte, in het tegenwoordige België. Dat land industrialiseert razendsnel en daar wordt dus ook heel veel geld verdiend. Maar die Belgen hebben eigenlijk helemaal geen zin om bij dat Koninkrijk der Nederlanden te horen. Ze hebben het gevoel dat ze er in politiek opzicht niet echt toe doen. En dan komen zij dus in opstand, ze willen onafhankelijk worden en dat leidt uiteindelijk tot de Belgische afscheiding. België wordt dan afhankelijk, maar dat heeft dus kwalijke gevolgen voor de economie van Nederland. Die verslechtert. Want in Nederland industrialiseert men nauwelijks. Ja, en dan komen er heel veel mensen die toch een beetje kritiek op het bestuur beginnen te krijgen. Het gaat dus weer slechter met de economie. En ja, dan krijgt die koning Willem I en zijn opvolger, zijn zoon Willem II, die krijgen daar dan de schuld van. En er is één groep in het bijzonder die kritiek heeft op het functioneren van de koning en de inrichting van de staat op dat moment. En dat zijn de liberalen. Het liberalisme is een politieke stroming die in de 19e eeuw in heel Europa opkomt. En we zetten hier even de belangrijkste kenmerken van dat liberalisme op een rijtje. In dat woord liberaal, daar zit het woord liber. En dat is afkomstig van libertas, Latijn voor vrijheid. Liberalen zijn dus heel erg voor vrijheid. Vrijheid van het individu. En het doel van het liberaal is dan ook dat iedereen zo vrij mogelijk is, zodat hij zichzelf zoveel mogelijk kan ontplooien. Geef iedereen zoveel mogelijk de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. Daar komt het liberalisme heel kort gezegd eigenlijk op neer. En dat kun je zowel op politiek als op economisch vlak doen. En op politiek vlak moet dus die individuele vrijheid gegarandeerd worden. Dat betekent dat die individuele vrijheid in de grondwet verankerd moet worden. De macht van de koning moet beperkt worden. En de burgerrechten moeten gegarandeerd worden. Die natuurlijke rechten waar John Locke het ook al over had. Er moet gelijkheid voor de wet komen. En er moet echt een volksvertegenwoordiging komen die de koning goed kan controleren. Niet zo een zoals er in Nederland was, die door de koning zelf benoemd werd en ontbonden kon worden door de koning zelf. Dat zijn een beetje de politieke uitgangspunten die de liberalen zo rond 1840 hebben. Op economisch vlak vinden zij particulier bezit heel belangrijk. Iedereen moet vrij zijn om zijn eigen bedrijf op te kunnen richten. En bovendien moet die economie zoveel mogelijk vrij worden gelaten. Er moet vrijhandel zijn. De regering moet zich zo weinig mogelijk met de economie bemoeien. Dat vinden de liberalen belangrijk. De vraag is natuurlijk wat de koningen Willem I en Willem II van al deze ideeën vinden.